Het is een trampstamp. Strik je boven mijn bil. Nee. Ja, want iedereen wil een 14-jarige uitpakken. Ik ben in Rotterdam, waar ik model en zo'n beetje de allereerste Nederlandse realityster Christina Curry ga ontmoeten. En zij is niet vies van wat tatoeages. Daar zit ze, Christina. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Oké, gaan we lekker zitten. Christina, leuk je weer te zien. Ja, lang geleden. Ja. Hey, we gaan natuurlijk over je tatoeages hebben. Waar komt jouw liefde voor de tatoeages vandaan? Ik denk omdat mijn moeder totaal niet zo was. En daar kwam mijn liefde ervoor vandaan. Ja. Dat ik sinds mijn 12e al wist dat ik helemaal onder wilde zitten. Je deed het eigenlijk omdat je moeder dat eigenlijk vreselijk vond? Mm-hmm. Ja, het was een rebels. En ik wilde heel graag rebels zijn en improviseren al vanaf een heel jong leeftijd. Ja. Ik ben ook veel te jong begonnen. En bij mij valt het mee wat ik heb genomen, maar sorry hoor. Eigenlijk is het wel terecht dat je tot je 18 moet wachten. Want geloof me, you don't want that live, laugh, love tattoo of the infinity sign of een draak. Nee. Maybe wel die draak later, maar de rest, ja. Nee, precies. Jouw brein is gewoon niet developed genoeg om een goede tatoeage te bedenken. En ik ben daar levende bewijs van. Wanneer heb je je allereerste tatoeage laten zitten? 14. Toen je 14 was? Ja, dat mocht wel van Patrice. Echt? Ja. Maar is het dan meegegaan? Ja, het is een tramp stamp. Strik je boven mijn bil. Nee. Ja, want iedereen wil een 14-jarige uitpakken. Oh, mag ik niet zien? Ja, wacht, even kijken hoor. Dan moet ik mijn rokje even los doen. Ja. Het wordt steeds warmer hier op de bank. Je kan echt iemands leeftijd zien als je een trampstamp hebt. Ja. There you go. Oh ja. Wat was het idee? Volgens mij zat er niet echt een idee achter, maar meer gewoon ik wil een tatoeage. En heb jij tatoeages die een betekenis hebben voor je? Ik heb wel tatoeages met een verhaal, maar ik heb niet super diepzinnige momenten en ja, het is meer aandenkers van mijn leven of van mensen die ik heb ontmoet. Ja, als ik dan even kijk naar deze bijvoorbeeld op je been, een konijn. Ja, oké, die is wel een beetje sentimental, want dit is Young Lettuce. En Young Lettuce was echt de best rabbit ever. En hij is 2 jaar geleden overleden. En daar moest ik even moest een portret zetten, because he was a G. Dus oh. Ja, ik heb een soort Mexican gangster Young Lettuce tatoeage. Even kijken naar je andere tatoeage op je been. Wat staat er? Player 2. Player 2. En dan met de hand van mijn vriendin. En zij heeft mijn hand, deze hand specifiek, getatoeëerd met Player 1. En dat zijn die Nintendo aan het spelen? Ja, Nintendo. Want ik bedoel, dan moet het ook wel ware liefde zijn, toch? Als je een tatoeage neemt. Nou, dat mogen we hopen, maar zo niet, dan is het nog steeds leuk, toch? Ja, sowieso. Er staat geen naam op. Nee, je hebt ook tatoeage in je nek. Ja, Ruka, dat heb ik ook met mijn vriendin genomen na 3 maanden verkering. Ruka, dat betekent in Mexicans van straattaal, slang, je wifey. Oké. Je Ruka. Vind je de mooiste tatoeage die je hebt? Ik vind op de achterkant van mijn been eigenlijk heel mooi. Oh ja, zo, die is heel mooi. Ja, die heb ik bij de tattoo conventie door een van mijn goede vriendinnen, Kimmy, laten zetten. En hoe is die plek om te tatoeëren? Ja, helemaal kut. Oké, top. Ja, dit doet wel heel veel pijn hier. Ja. En ik heb denk ik 6 uur gelegen op de conventie en dan een of 2 uurtjes gedaan ervoor. Ja. Dat is zo grappig dan als je wat dingen laat zien. Dat je denkt, hey, ik zag daar ook nog wat. Oh, hier. Hier op je andere kant, achterkant van je been. Ja, ik denk dat je echt moet staan. Even staan, ja. Wat is dat? Dat zijn twee benen? Dat zijn twee benen met een poes ertussen. Oh! ja, die is gepoopt bij mij thuis door iemand. Maar ik vind hem best wel grappig. Ik vergeet ook dat hij daar zit eigenlijk. Je bent ook wel van de impulsieve tatoeages. Ik ben altijd heel mijn leven heel impulsief geweest. En ik probeer een beetje impulse control te hebben nu. Daarom ben ik mezelf aan afstraffen met lezen en blackwork. Van oké, je gaat nu heel pijnlijke dingen doen om je fouten te undoen zodat je het niet meer doet. Ja. Dus probeer minder impulsief te zijn. Hier. Wat staat hier? Ren. Dat heb ik in Rusland laten zetten. En dat betekent gay. En ik vond het wel een goede ding te zetten in Rusland. Ja. Dat vind ik ook wel vet. Ja, vind ik wel vet. En hier staat dad. Nou, daar kan je natuurlijk gewoon scoren op punten mee. Ja, love my dad. En ik heb een to-do list. Want ik vergeet altijd dingen en ik haat het als je dingen op je handen schrijft. En dan ik vind die wel echt heel grappig. Ja, maar er staat ook niks op. Nee, vandaag niet. Maar ik wist wat ik moest doen en ik moest niet onthouden. Oh, normaal schrijf je met een pen? Ja, soms schrijf ik wel dingen erin. En als je handen was, dan blijft wel zitten. Want vroeger schreef ik altijd dingen op mijn handen. En ik dacht van oké, ik moet gewoon een to-do-list maken. Ja. En ik heb dus mijn tweede... Daniel Johnston? Ja, maar dat heeft mijn Brazilian friend getatoeëerd. Dus daarom heb ik in Portugees. En wat staat hier dan? Hey, Beleza. Hey, hi, how are you? Dat is toch zijn famous artwork, ja. Dit is ook gezet eigenlijk door de guy die mijn nek had gedaan, maar
heel anders. En het is een two-headed cat voor de dualiteit die iedereen heeft in zich. Ja. En wat is er hier gebeurd? Want je bent het aan het zwart maken? Ja. Wat is de reden daarvoor? Het is niet echt per se iets gebeurd, maar het waren wel leuke dingen, maar ik heb gewoon geen zin om al mijn interesses gewoon op mijn arm te hebben. Want that's not a personality trait. Ja. Dus, ga je alles helemaal zwart maken? Nee, ik ga tot hier. Want ik vind, dit heeft Morrison gezet. En jammer genoeg is Lady Rainicorn van Adventure Time gesneuveld, omdat me dat Eerder Stone was. Maar, wat? Hij is, nou, Lady Rainicorn van Adventure Time. Het is een regenboog, soort van eenhoorn. Ja. Die is gesneuveld omdat mijn tatoeëerder stoned was. Maar, wat? Ja. Die was dan te eens zwart? Ja, maar hij was, je hebt gewoon lekker bloedje roken. Soms ga je er beter van werken. Maar soms is ook heel vaak niet. Hij is gewoon heel relaxed bij me, omdat we gewoon... Ja, maar dat is iets te relaxed. Iets te relaxed, maar het maakt niet uit. Ik ben vrij flexibel daarmee. Dus ik ga tot hier. Maar dit gaat dan helemaal zwart worden? Ja. Tot waar? Tot mijn schouder. Ik dacht, misschien als ik klaar ben met mijn blackwork, dan ben ik echt tough. Ja, maar het is wel echt heel dope. Ja, ik vind het ook wel dope. Misschien ga ik nog meer dingen zwart maken. Ik zeg elke keer van, dit is het, ik ben klaar. Maar het is heel verslavend. Dat verslavende, waar kun je uitleggen waar dat verslavende vandaan komt? Ik denk dat het ook hand in hand gaat bijvoorbeeld met mensen hebben met plastic surgery en dat soort dingen. Eenmaal dat je begint jezelf te veranderen en je vindt verandering leuk, dan wil je meer en meer. En dan voel je meer jezelf. Of juist denk je, oh, dan moet ik nog dit toevoegen. Of, dat is één deel ervan. Maar de andere deel is... ik denk dat geen één persoon die heel veel tatoeages heeft echt helemaal 100 is. Mm-hmm. Totaal mentaal stabiel. Want het ziet er ook niet mentaal stabiel uit, sorry. So, you know. Gaan er nog nieuwe tatoeages komen? Of zeg je daarom, ik vind het nu wel goed? Ik denk niet dat ik echt nieuwe dingen bij ga nemen. Alleen maar dingen mooier maken. Because your 30s are for fixing your mistakes from your 20s. Dit waren allemaal hartstikke toffe tatoeages, maar er is een tatoeage waar Christina toch een beetje spijt van heeft. Toch, Christina? Ja, een beetje wel. Ja. Ben je nou ook zo benieuwd? Dan zul je toch vrijdagavond moeten kijken naar Eerste Hulp bij Tattoo Disasters op Spike. Vond je het leuk? Schrijf dan even wat gezelligs op hieronder. En wou je nou meer zien? Dan kan je hier abonneren. En wij zijn natuurlijk elke vrijdagavond gewoon weer te zien om 19:30 op Spike. Dat dus. Ja. Heb je al geabonneerd? Duurt lang.